Gemeente, ouderen, jongeren, ook gasten in ons midden en luisteraars via internet. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor ons eigen predikant, dominee Van der Rey. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit het Bijbelboek Hebreeën. Het eerste hoofdstuk vers 1 en we lezen door tot hoofdstuk 2 vers 4. Vanmiddag staat centraal in de prediking artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En het thema van de preek is God is de schepper. Afkondiging namens de kerkenraad. We herinneren u nog aan dat er deze week in verband met Dankdag geen catechisaties zullen zijn. En dat de diensten op Dankdag aanstaande woensdag gehouden zullen worden om 15:30 en 19:30. Collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is bestemd voor de diaconie van de eigen gemeente. En u kunt uw bijdrage ook op de gebruikelijke wijze overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu zingen de schoolpsalm en dat is nu psalm 46 vers 1 en 6... Vanmorgen zongen we in verband met hervormingsdag het Lutherlied. En Luther heeft dit lied gemaakt als een verwerking op psalm 46. En mooi is het er nu om vanmiddag met deze psalm de dienst te beginnen. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 19, daarvan het eerste en het tweede vers. In Psalm 19 komt zo duidelijk aan de orde dat er twee boeken zijn. Zo heeft Guido de Bret dat gezegd in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Twee boeken van waaruit wij God leren kennen. Het ene boek, dat is het boek van zijn woord, het geschreven woord van de Heere, de Bijbel. En het andere boek, dat is het boek van de schepping. En daar zullen we vanmiddag ook nader bij stilstaan. We zingen Psalm 19, daarvan het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En ook het tweede vers. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon.
Dat God de Vader de schepper is van hemel en aarde, dat mogen we nu ook belijden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij willen dat beamen door samen te zingen uit Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij nu eerst samen bidden om de zegen van de Heere bij de opening van zijn woord. Heere, getrouwe God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u komen wij. In ons gebed mogen wij ons voor u neerleggen, voor de troon van uw genade. En Heere Jezus Christus, door uw volbrachte werk mogen wij zelfs met vrijmoedigheid tot u komen. U nodigt ons uit. En hier zijn we vanmiddag, hier in de kerk of ook thuis, verbonden met deze dienst, om dat te doen, Heere. Om te buigen voor u, de grote schepper van alle dingen. Heere, het maakt ons klein. Wie zijn wij? Nietige schepselen, die tegelijkertijd ook nog eens zondaren zijn geworden, bij u vandaan zijn gevallen. We hebben de goedheid van u, zoals u die in uw schepping had gelegd. Het was alleen maar goed, het was zeer goed. We hebben het verspeeld en verkwanseld. En we hebben het duistere liever gehad dan het licht. En Heere, wat is het dan een wonder dat u, ondanks wie wij zijn, uw kerk bijeenbrengt. Dat doet u hier vanmiddag bij ons. En wij danken u ervoor dat we kerkdienst mogen houden. Maar u doet het ook wereldwijd.
Wij danken u, Heer, dat u op zoveel plaatsen vandaag uw woord laat openen. En dat de woorden van u van betekenis worden voor zoveel, miljoenen, miljarden die in u geloven. Heer, daar danken wij u voor, want er is ook zoveel donkerheid in deze wereld. We zien het al om ons heen. Heere, velen die hebben u niet nodig. Geef dat het ons aan het hart zal gaan. En dat we met onze levenswandel en met woorden en daden getuigenis mogen afleggen van de goedheid en de ontferming die er bij u is, Heere Jezus Christus. Heere, velen in deze wereld hebben ook zo diep te lijden. We zien de oorlog in Israël en de Gazastrook. En wij bidden u, Heere, ontfermt u zich. Wilt u vrede geven? Vrede die alleen daar kan ontstaan waar ze te vinden is, bij u, Heere Jezus. Als u werkelijk het vrede maakt, niet alleen tussen mensen, maar ook tussen uw Vader en mensen. Heere, laat vanuit die vrede ook daar vrede mogen komen voor de Joden en voor de Palestijnen. Heere, wij bidden u of u ook op andere plekken op deze aarde wil zijn en wil zorgen. Wij danken u dat vele organisaties zich mogen inzetten. Voor hen die getroffen zijn door natuurrampen. Voor hen die leven in gebieden waar nauwelijks medische zorg is. Voor hen die hongersnood hebben en het aan hun eerste levensbehoefte ontbreekt. Heere, wilt u hun werk ook zegenen? En wanneer wij ook dat werk mogen ondersteunen met onze gaven en gebeden, Heere, geef dat het voortdurend in onze aandacht mag zijn. Om zo ook naar onze naaste in nood te mogen uitreiken. Heere, nood is er niet alleen ver weg, maar ook dichtbij, ook in onze gemeente. En Heere, u weet van alles af. U kent onze zorgen en moeite, ons verdriet, onze ziekte. Heere, wij bidden u, ontfermt u zich ook over een ieder van ons. En wanneer we ook met geestelijke vragen en aanvechtingen te maken hebben, Heere, kom dan krachtig in ons hart en leven, met uw Heilige Geest. Breek door alles heen wat ons bij u vandaan houdt en geef dat we u, Heer Jezus, mogen zien als de verlosser en ontfermer van ons leven. Heere, wij bidden u, wilt u deze dienst zo ook gebruiken om ons daarbij te brengen. Heere, we bidden u om uw zegen bij de opening van uw woord. En als we dat ook lezen aan de hand van de belijdenis, wij danken u, Heere, dat we mogen staan in een traditie. Er zijn er die ons zijn voorgegaan in het geloof en in het leven naar uw wil. En Heere, we danken u voor wat u in hen ook geeft. En geef dat we daarmee ook vandaag mogen leren leven naar uw welbehagen. En leg in ons het leven, Heere. Maak ons van dood levend. Opdat wij u, Heere Jezus Christus, zullen toebehoren. En ons kruis zullen opnemen. En u dagelijks zullen navolgen. Wees u met een ieder die in en rondom deze dienst een taak heeft. Wilt u geven wat nodig is? En hoor zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, vanmiddag gaat het in de preek over dat de Heere God alles geschapen heeft en dat hij ook de engelen geschapen heeft. In de Bijbel komen we heel wat keren een engel tegen, of meerdere engelen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan die geschiedenis van Zacharias in de tempel. Misschien kennen jullie die wel.
Zacharias die het offer aan het brengen was. En toen opeens stond er bij het altaar een engel en hij zag hem ook. Of je denkt aan Maria, niet veel later, die ook van de engel Gabriël bezoek kreeg in haar huis. En de engel Gabriël zei tegen Maria, Maria, jij zult de moeder van de Heer Jezus gaan worden. Nou, dat zijn zomaar twee voorbeelden, maar er zijn er nog heel wat meer te noemen in de Bijbel. Misschien ken jij ook nog wel verhalen, Bijbelverhalen, waarin engelen voorkomen. Je moet ze maar eens bedenken thuis. Maar weet je, die engelen die zijn er vandaag ook nog. Echt waar. Wij kunnen ze doorgaans niet zien, maar ze zijn er wel. Geloof je dat? Dat lijkt misschien een beetje mysterieus. Engelen, je kunt ze niet zien en ze zijn er toch. Moet je daar dan bang voor zijn? Nou nee, voor de engelen hoef je niet bang te zijn. De engelen zijn namelijk dienaren van de Heere God. En de Heere God die stuurt ze erop uit, juist om voor de mensen die op hem vertrouwen, die in hem geloven, te zorgen en hen te helpen en te beschermen. En hij gebruikt ze er ook, hij gebruikt ze ook om ervoor te zorgen dat de duivel je geen pijn en verdriet kan geven. Het is dus eigenlijk heel fijn dat de Heere God ook engelen heeft geschapen. En misschien heb je wel gehoord van Halloween. Dat is een feest waarbij allerlei enge dingen gebeuren. Waarbij het ook gaat over geesten en spoken en zo. Nou, daar hoeven we ons niet mee bezig te houden. De Heere God die zegt, er zijn engelen om je heen. Wees maar gerust. En heb het niet over de dood, maar heb het vooral over het leven. Want de Heere Jezus heeft de dood overwonnen. Nou, we gaan met elkaar in de Bijbel lezen over de engelen. Gemeente, wij lezen Hebreeën 1, vanaf vers 1 tot hoofdstuk 2, het vierde vers. En wanneer we dat hebben gelezen, zingen we uit Psalm 148. Psalm 148, vers 1 en ook vers 2. En in deze psalm gaat het ook over de legermachten die bij God zijn. Loof hem, gij engelen, legermachten die op zijn wil en wenk blijft wachten. En loof heldere ster, maan en zon, loof de almacht, loof der lichten bron. Dat is de schepper van dat al. Psalm 148, de melodie is misschien niet heel bekend, dus de organist zal u daar ongetwijfeld in meenemen. We zingen de versen 1 en 2. Maar we lezen eerst uit Hebreeën 1 vanaf vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de Zoon. Dat is de Heer Jezus. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hem. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid.
Daarom heeft uw God u gezalfd, o God met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult u ze oprollen, en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die die zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil.
Wij antwoorden straks op de verkondiging met Psalm 103, daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 103, vers 10 en 11. Gemeente, wij luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen en doen dat aan de hand van artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis die ik nu met u wil lezen. Artikel 12. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit het niet heeft geschapen toen het hem goed dacht. Waarbij hij aan elk schepsel zijn wezen, vorm en gestalte heeft gegeven en aan ieder zijn eigen functie om zijn schepper te dienen. Wij geloven dat hij ze alle ook nu nog in stand houdt en regeert overeenkomstig zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, opdat de mens zijn God dient. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn afgezanten te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Sommige van die engelen zijn uit die verheven staat waarin God hen geschapen had in het eeuwig verderf gevallen, maar de anderen hebben door Gods genade volhard en zijn in hun oorspronkelijke staat gebleven. De duivelen en de boze geesten zijn zo verdorven dat ze vijanden van God en van al het goede zijn. Uit alle macht loeren ze als struikrovers op de kerk en elk van haar leden, om alles door hun listen en bedriegerijen te vernielen en te verwoesten. Ze zijn daarom door hun eigen slechtheid veroordeeld tot de eeuwige verdoeming en hebben dagelijks hun verschrikkelijke pijnigingen te wachten. En wat dit betreft verfoeien wij de leer van de Sadduceeën die ontkennen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling van de Manicheërs die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben en van nature slecht zijn en niet dat zij verdorven zijn geworden. Tot zover artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het thema voor de preek is: God is de schepper van de hemel en de aarde allereerst. En ten tweede ook van de engelen, zoals we dat dus ook tegenkomen in dit artikel. Gemeente, heeft u wel eens een engel gezien? Dat lijkt misschien een beetje een rare vraag. Maar toch denk ik dat die niet zo vreemd is. Heb je wel eens een engel gezien? Want engelen bestaan. In de Bijbel komen ze veelvuldig voor. Meer dan 250 keer. En we zingen er regelmatig over in de kerk. Bijvoorbeeld met Psalm 91 van daarnet. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien voor uw behoudnis strijden. U zult hen in gevaren zien. Nou, heeft u hem wel eens gezien, zo'n engel? Strijdend voor je behoud. Zou dat kunnen? Kun je engelen inderdaad zien? Of kun je ze opmerken? Gemeente, als ik me niet vergis, zijn engelen terug van weg geweest. Er is een tijd nog niet zo lang geleden dat engelen vooral werden gerekend tot de sprookjesverhalen. In de 17e eeuw was er ene Balthazar Bekker en die schreef een boek met de titel De Betoverde Wereld. En in dat boek rekent hij af met het volksgeloof van zijn dagen in spoken en heksen. Nou, dat is op zichzelf niet verkeerd. Want er is heel wat volksgeloof als het over die dingen gaat. En er leefden allerlei merkwaardige gedachten. Maar gemeente, in datzelfde boek rekent hij ook af met de engelen. Die gaan in één beweging mee. En ook met de duivelen. Ook die zou je niet serieus hoeven nemen. Ze bestaan niet. Wat bestaat, zo gaat Balthazar Bekker daarvan uit, dat is alleen datgene wat je ziet. Hij is daarin echt een kind van zijn tijd, van de verlichting.
Lange tijd is er door velen zo ook naar die dingen gekeken. Engelen en duivelen, zijn dat niet een soort van Bijbelse sprookjesfiguren? En ze worden naar het rijk van de fabelen verwezen. Maar gemeente, het lijkt erop alsof ze terug van weg geweest zijn. Engelen, geesten, duivelen. Je komt ze tegen in films, in kinderseries, in boeken, in winkels. Juist deze dagen liggen er etalages mee vol. Met artikelen die verwijzen naar de wereld van de geesten en de spoken. Deze week is het Halloween, ik noemde het al even. Een feest tussen haakjes. Dat is overkomen waar je vanuit Amerika. En het is de bedoeling dat je dan met de dood en met de kwade geesten, als het ware, ja, de spot een beetje drijft. Maar gemeente, ik denk dat feest naar twee kanten toe de plank stevig misslaat. Allereerst naar de kant van onze kinderen toe. Geesten, duivelen en kwade machten, ze worden veel te groot gemaakt door dit feest, zeg ik maar even. Kinderen komen daarmee in aanraking met een wereld waar ze vooral bang van worden. Met alle gevolgen die dat kan hebben. Past dat bij een christelijke opvoeding? Zeker, gemeente, Jezus heeft de dood verslagen en met de duivel mag je dus soms ook de spot drijven. Luther deed dat ook. Het is deze week ook hervormingsdag en we hadden gisteravond al een mooie reformatieherdenking. Luther schold de duivel uit om hem op afstand te houden. Hij gooide zijn inktpot naar hem toen die man het twijfelen bracht. Want hij wilde leven vanuit de overwinning en de kracht van Jezus' opstanding en zijn volbrachte werk. Maar gemeente, die geestenwereld, die moeten we voor kinderen dan ook niet groter maken dan dat die is. Niet meer eer geven dan dat die toekomt. Laat kinderen nou vooral maar weten dat de Heere Jezus over hen waakt. En dat Hij voor hen zorgt. En dat ze daarom juist niet bang hoeven te zijn. Want Hij heeft het kwaad en de dood overwonnen. Daar past geen griezelen bij met Halloween. Het is te veel eer voor dood en duister. Dat is de ene kant, maar aan de andere kant gaat het met Halloween ook mis, namelijk richting de volwassenen. Die daar dan misschien wat anders mee omgaan en over nadenken. Want gemeente, voor volwassenen wordt met Halloween die hele wereld van geesten en duivelen eigenlijk een spelletje. Iets wat je juist ook niet serieus moet nemen. Terwijl die wereld er wel is. Want dat komen we tegen in artikel 12. Artikel 12, gemeente, gaat over de schepping. En dan worden er twee dingen door Guido de Bregge genoemd. De Heere God die heeft de engelen geschapen, maar dat wordt vooraf gegaan door wat ons veel bekender is. En daar willen we het eerst ook over hebben vanmiddag. Namelijk dat Hij hemel en aarde heeft geschapen. Daar begint het mee. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit het niet geschapen heeft toen het hem goed dacht. God heeft alles geschapen. Dat geloven we. Dat belijden we. Hij heeft de hemel geschapen als een plek waar hij zelf woont en troont. En hij heeft ook de aarde geschapen. Toen het hem goed dacht. Op een moment dat hij bepaald heeft. Toen nam de Heere God het besluit om te gaan scheppen. Dat betekent iets te gaan maken uit niets. Dat is de betekenis van het woord scheppen. Hè? Voortbrengen uit niets. De Heere God die heeft alles geschapen door alleen maar te spreken door zijn woord. En hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Hij had geen materiaal nodig, terwijl dat bij ons wel altijd het geval is. Jongens en meisjes, dat weten jullie, als je iets gaat maken, dan heb je er altijd iets anders voor nodig. Als je een schilderij gaat maken, heb je penselen nodig, je hebt verf nodig en dan kun je een schilderij maken.
En alles wat we hier zien, dat is ook van iets gemaakt. Of het nou hout is, of steen, of zand, of noem het maar op. Maar er zit altijd iets voor. De Heere God die heeft niets nodig gehad toen hij de wereld maakte. Hij sprak en het was er. Dat is een wonder. Hij gaf het bevel en het moest zo zijn. En het werd licht. Gemeente, zo is de hele wereld met alles wat erop leeft door hem in het leven geroepen. Letterlijk mag u dat nemen. Het is in het leven geroepen. Hij zei dat het er moest zijn en het was er. En dat is de Heere God nou gaan doen. En daarmee heeft hij dus iets buiten zichzelf geschapen. Dat is misschien een wat moeilijke gedachte. Iets buiten zichzelf geschapen. Het is wel van belang om dat te zien. Voor de schepping was alleen God er. Hij was er. Hij is van eeuwigheid. Hij is ook alomtegenwoordig. En je kunt je eigenlijk niet voorstellen, gemeente, wat dat nou precies betekent. Dat zijn van die begrippen, van die eigenschappen van God, die je verstand te boven gaan. Als je erover nadenkt, dan krijg je hoofdpijn. De Heere God die was toen en is ook nu nog niet gebonden aan een bepaalde tijd of een bepaalde plaats. Hij wordt niet ouder. Hij was ook niet eerst jonger. Hij is ook niet op één bepaalde plek, zodat hij ergens anders niet is. Nee, gemeente, voor de schepping was God. Dat is eigenlijk het enige wat je daarvan kan zeggen. Zoals Johannes dat doet aan het begin van zijn evangelie. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. God bestaat. Hij is. En het woord is bij hem. En dat woord, dat is Christus, de Zoon. Maar zo is het niet gebleven. Want op een zeker moment, toen het God goeddacht, zegt de belijdenis, toen is hij gaan scheppen. Iets buiten zichzelf. Iets wat als het ware op afstand komt te staan van hemzelf. En God schept de aarde. En dan gaat het scheppen door. Scheppen heeft ook de betekenis van scheiden, scheiding maken. Nou, in Genesis 1 lezen we dat God scheiding maakt tussen het licht en de duisternis, tussen de dag en de nacht, tussen het hemelgewelf en de aardbodem, tussen het land en de zee. En er komen allerlei soorten bomen, struiken, grassen, allerlei soorten dieren op het land, in de lucht en in het water. En ook de mens wordt geschapen als een uniek wezen naar het beeld van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Gemeente, waarom heeft God dat allemaal gedaan? Was het nodig? Nee, het was niet nodig. God had kunnen besluiten om slechts in zichzelf te zijn. Als de drie enige God. Maar hij heeft het wel gedaan. En dat had een doel. Dat heeft nog steeds een doel. En daar worden we vanmiddag bij bepaald. Je komt het op meerdere plekken tegen in artikel 12. Namelijk dat alles wat God geschapen heeft, bedoeld is om hem te dienen. Dat is dus nog steeds het doel, gemeente, van u en mijn leven. Dat wij God zouden dienen. Kijk, dat is natuurlijk door de zonde aan alle kanten aangetast. Dat wij dat niet meer kunnen en zo. Daar gaat het verderop in de geloofsbelijdenis over. Maar hier staat, het is het doel dat jij God zult dienen. Hem zult groot maken. En Gods eis aan ons leven blijft dan ook staan. Dat is wat hij van ons vraagt. Dat we hem in volkomenheid zouden dienen.
En gemeente, nou kun je daarvoor voor de mensen misschien nog wel iets bij voorstellen, wat dat dan zou moeten zijn. God dienen, dat doe je door hem toegewijd te zijn. Dat doe je door te luisteren naar zijn wil en wet en die te doen. Maar hoe zit dat nou met al die andere schepselen? Hoe dient een musje God? Hoe dient een bloem hem? Hoe dient een hoge berg hem? Nou, gemeente, het is omdat ze heen wijzen naar de grootheid van hun maker. Heb je wel eens gekeken naar hoe kunstig zo'n bloem in elkaar zit? Waar die kleur vandaan komt? Zo fel, zo prachtig. Heb je wel eens gekeken naar zo'n spinnenweb? In deze tijd worden de spinnenwebben weer zichtbaar als de mistdruppels aan de raggen blijven hangen. Heeft u wel eens gelet op de schoonheid ervan? En die hoge bergen? Of die diepe meren? Ja, gemeente, in de psalmen wordt erover gezongen. Psalm 93 bijvoorbeeld. De rivieren verheffen, heren, de rivieren verheffen hun stem. De rivieren heffen hun gebruis. Er staat iemand op de oever van zo'n rivier, zo stel je voor. En die ziet dat kolkende water gaan. En dan zegt hij erachteraan, de Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige water. Dat water brengt hem bij de macht van de Heere God. Op Psalm 104. Hoe groot zijn uw werken, Heere, staat daar. U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. En dan gaat hij dichter kijken. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gediete. Niet te tellen, kleine dieren en grote. Daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan, die u gevormd hebt om hem erin te laten spelen. We weten niet wat voor beest dat is geweest, die Leviathan. Maar hij heeft de zee van de schepper gekregen om erin te spelen. Nou, u hoort wel. Dan is God nog zoveel groter dan alles wat die dichter daar ziet op het strand. Gemeente, kijken wij zo naar de natuur om ons heen? Met die verwondering. Met dat alles ervoor geschapen is om de schepper te dienen, zoals artikel 12 dat zo mooi verwoordt, waarbij hij aan elk schepsel zijn wezen, vorm en gestalte heeft gegeven. En aan ieder zijn eigen functie om zijn schepper te dienen. Elk geschapen wezentje, klein of groot. Gemeente, het heeft de vorm en de gestalte gekregen zoals God het bedoeld heeft. En elk diertje afzonderlijk, elke boom, elke grasspriet, die is er om God te dienen. Om de schepper groot te maken. Een richtingwijzer naar hem, de maker. Zoals je een schilderij van een grote schilder, bijvoorbeeld van Rembrandt, prachtig kunt vinden. En dat bekijk je en dan zeg je, wat is het schitterend, hoe kan iemand dit zo mooi maken? Want dan zeg je erachteraan, wat was Rembrandt een begaafd kunstenaar. Dat kunstwerk is zelf natuurlijk heel mooi, maar het verwijst ook naar de grootheid van de maker. Nou, gemeente, zo mag je nou naar de natuur kijken. Als het boek van God, wat zegt, de Heere is groot. Wat heeft hij dit alles wonderlijk kunstig en mooi gemaakt. En ja, dan moet je het natuurlijk niet kapot maken. En dat doen wij wel. Gemeente, wij komen steeds meer tot de ontdekking dat we als mensheid roofbouw zijn gaan plegen op het kunstig gemaakte van God. En we zitten vast in allerlei systemen en mechanismen, economisch en sociaal en noem het maar op,
die zo zijn ingericht dat je er wel aan mee moet doen. Je kun je er niet zomaar aan onttrekken. Dat voelen we ook met elkaar, denk ik. Maar vraagt het niet om bekering, gemeente? Om verandering? Als nou die schepping verwijst naar de schepper, en als het nou zelf zo is dat alles geschapen is opdat wij hem zouden dienen, ook wij mensen, dan moet je toch met ontzag en met verwondering met die schepping omgaan. En nee, dan moet je niet de natuur zelf gaan aanbidden, want dat doen mensen ook vandaag de dag. Die gaan zelf de natuur aanbidden, als was dat een soort god. Dat gebeurde vroeger al in allerlei natuurreligies en dat is springlevend vandaag. Allerlei leefwijzen waarin de natuur als een soort goddelijk iets wordt beschouwd, wat inspireert en noem het maar op. Zo niet. Het is een heenwijzing naar de schepper. Dat wel. En als zodanig moeten we haar eerbiedigen. Nou gemeente, zo heeft de Heere nu alles geschapen. En zo houdt hij alles in stand. Artikel 12 zegt, wij geloven dat hij ze, dat wil zeggen al die schepsels met hun eigen wezen, vorm en gestalte, dat hij die nu ook nog steeds in stand houdt en regeert, overeenkomstig zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht. En dan staat er nog zoiets moois achteraan. Om de mens te dienen, opdat de mens zijn God dient. Hoort u dat? Ik ga er vanmiddag niet al te veel over zeggen, want artikel 13 gaat nog helemaal over de voorzienigheid en de zorg van de Heer. Maar even de vinger bij dat zinnetje. Hij zorgt voor al het geschapene om ons daarmee te dienen. Het is er uiteindelijk allemaal voor de mens, niet om op te maken en om kapot te maken en om er alleen maar van te consumeren, maar om je te dienen, zodat de mens zijn God dient. Maar als het dan gaat over het klimaat en over de zorg voor de natuur en ook klimaatbeleid, dat moet voor een christen hier beginnen. De natuur is gegeven aan de mens om de mens te dienen, opdat die mens God, de schepper, dient. Nou, dan moet je daar natuurlijk voor zorgen. Omdat het je in staat stelt om de Heere te dienen. Als de natuur er niet meer is, dan kan dat niet meer. Dan kun je niet meer leven. En tegelijk bewaart het je er ook voor, zo'n zinnetje, om die natuur en het milieu te zien als iets wat zelf God zou zijn. Nee, het is van God, voor de mens, opdat we hem zouden dienen. De Heere is de schepper van hemel en aarde. Maar gemeente, ook in van wat in de hemel en tussen hemel en aarde in is, zal ik maar even zeggen. Want dan kom ik bij het tweede. Hij is ook de schepper van de engelen. Ik begon de preek net met die vraag aan u. Heeft u wel eens een engel gezien? Nou, het is de vraag of je engelen altijd kunt zien. Denk het niet. Want gemeente, waar nou de Heere God op de aarde alles zijn wezen, vorm en gestalte heeft gegeven. Vorm en gestalte, je kunt het dus zien, je kunt het vastpakken. Daar geldt voor de engelen dat ze wel een eigen wezen hebben, maar geen vorm en gestalte. Het zijn hemelse geesten. Kun je die dan niet zien? Nou ja, misschien kent u het verhaal van dominee Smijtengeld. In Middelburg was er tot in de jaren 60 een bruggetje dat naar hem was vernoemd. Het Smijtengeldbruggetje. Want daar in Middelburg was hij predikant en s'avonds laat werd hij bij een zieke geroepen. Maar er was helemaal geen ziek gemeentelid. Een paar mannen hadden de boodschap verzonnen om hem onderweg in de gracht te kunnen duwen, zodat hij zou verdrinken. Ze hadden nog een appeltje met hem te schillen. Maar er kwam van dat moordplan niets terecht. Want toen dominee Smijtengeld langs kwam lopen en hij over het bruggetje liep, toen liepen er aan weerszijden gestalten. Aan beide zijden één. En zelf zag hij die niet. Maar later kwam het verhaal uit. Hij was niet alleen geweest
Er waren twee, ja, waren het engelen, bij hem geweest. En die hadden hem beschermd. Denk ook aan Corrie ten Boom. Ook zij heeft ooit de bescherming van engelen opgemerkt. Ze was op weg naar het communistische Rusland en ze smokkelde een koffer vol met Bijbels mee. Streng verboden en bij de grens werd iedereen grondig geïnspecteerd. En Corrie kwam ook in zo'n inspectie terecht. En daar was haar koffer. En ze begon stil voor zich te bidden. En toen ze aan de beurt werd, zag ze lichtende wezens om haar koffer heen en ze werd niet gecontroleerd, ze kon zo doorlopen. Alsof ze niets bij zich had. Want in de Bijbel worden ze ook gezien. Door Zacharias, door Maria. Denkt u ook aan Elisa's knecht. Dat mooie verhaal in 2 Koningen 6. Bij de belegering van de Syriërs van Samaria. Dat Elisa dan aan de Heere God vraagt of ook zijn knecht mag zien wat hij al ziet. En dan gaan de ogen van die knecht open en hij ziet dat zij met veel meer zijn dan de Syriërs, de vijand. Want daar zijn vele strijdwagens, de legermachten van de hemel. Engelen, ze bestaan. Ze zijn ook geschapen, Guido de Bre zegt. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn afgezanten te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Zomaar opeens staat dat zinnetje daar. Maar gemeente, is dat niet een geweldige troost als je dat op je in laat werken? De Heer heeft ook engelen geschapen, hemelse gestalten die geen menselijk lichaam hebben. Het zijn de geesten voor Gods troon. En we komen ze in de Bijbel tegen om God de Heer te dienen en te verheerlijken. En ook om de mensen, Gods uitverkorenen, te dienen. Eén manier waarop de Heere God dus voor mensen zorgt. Hij heeft nog meer manieren. Maar dit is er één van, dat hij engelen ter beschikking heeft. Die erop uitstuurt. Daar hebben we ook over gelezen in Hebreeën 1, vers 14. Daar wordt over de engelen gezegd, zijn het niet dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Engelen zijn dienende geesten. En dat woordje dienende, dat moet u goed begrijpen hier. Dat heeft te maken met dat je een dienst bewezen wordt. Maar het is ook God dienen in de zin van dat het te maken heeft met de liturgie. Dat staat hier eigenlijk in de grondtaal. Engelen zijn liturgische dienende geesten. Liturgie, wat is dat? Nou, daar heb ik een serie preken over gehouden eerder. Het is de manier waarop we in een kerkdienst de Heere God dienen. Maar ook breder, ons hele leven moet een dienst aan de Heere God zijn. Nou gemeente, dat mogen wij hier op aarde doen en dat oefenen we, als het ware heel geconcentreerd in een kerkdienst om de Heere te dienen. Maar het gebeurt ook in de hemel, voor Gods troon. Daar doen de engelen het. Gemeente, er is in de hemel een heerlijke liturgie aan de gang. En wees u niet bang als u een dienst misschien wel eens moeilijk vindt of wat ook. Die hemelse liturgie. Daar kan onze aardse nooit aan tippen. Die is volmaakt heerlijk. In het Bijbelboek Openbaring lees je ervan hoe daar de engelen voor Gods troon zijn en hem alle eer en lof toezingen. Ze eren God als hun schepper. De engelen doen in de heerlijkheid, in volkomenheid, wat wij hier op aarde ook mogen doen. Wat Adam en Eva moesten doen in het paradijs. Hun schepper dienen. Wij mensen hebben daartoe het leven gekregen, maar de engelen dus ook. God moet geloofd en geprezen worden, gemeente. En dat moet hier op aarde en ook in de hemel voor zijn troon en hier beneden. En om dat voor de troon van God te doen, daarvoor zijn de engelen geschapen. Wanneer? De Bijbel zegt daar niet veel over. Maar u kunt denken aan het eerste vers van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde, dat is wat wij zien, waar wij op leven, maar er is ook een hemel. Waar God woont, waar zijn troon is. Onzichtbaar. En voor ons heeft alles een bepaalde plek en vorm. En is het onderhevig aan de tijd, maar weten de engelen horen bij die onzichtbare wereld die door God geschapen is in zijn hemel. Zoals ook de geloofsbelijdenis van Nicea dat zegt. Ik geloof in één God, schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. Daar hebt u het. Nou, tot die onzichtbare wereld, die andere dimensie of hoe je het noemen wilt, daar horen de engelen bij. Ze zijn er. Je ziet ze doorgaans niet. En soms wel. Zoals bijvoorbeeld Zacharias in de tempel iemand zag naast het altaar, of Maria de engel Gabriel. En gemeente, u mag er dan ook mee rekenen dat ze bestaan. Want dan is het dus waar, Psalm 91, wat we zongen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien voor uw behoudnis strijden. De engelen zijn geschapen om de uitverkorenen, de kinderen van God, de gelovigen te dienen. Ja, let wel, dat staat er zo. Niet zomaar alles en iedereen dus. Dat moet ons een positief kritische houding geven ten aanzien van engelenverschijnselen, verschijningen, waar mensen soms over vertellen. Soms kun je wel afvragen, is dat nou wel echt een engelverschijning geweest? Als het iemands leven nou niet bepaald blijkt dat hij of zij een gelovige is die met de Here wil leven. Aan de vrucht herken je de boom. Gemeente, je ziet engelen vaak op crisismomenten hun werk doen. Als je in gevaar bent, ja, dan kun je zo'n verhaal van Corrie ten Boom horen. Zij is een gelovige. Maar bij de voorbereiding van deze preek kwam ik ook heel wat verhalen tegen, waarbij je je af kunt vragen, maar klopt het wel? Voorzichtigheid geboden dus. Niet alles zomaar voor zoete koek slikken wat er wordt beweerd. Het is ook moeilijk te controleren, maar gemeente, dat er engelen worden uitgezonden om te dienen, dat is zeker. En dan niet op de manier van een beschermengel. Dat is in feite heidens denken. Dat kwam al bij de oude Grieken en de Romeinen voor dat er een soort beschermengeltje zou zijn. En ook in de islam heeft iedereen een goede en een kwade engel. Zo niet. Maar u mag ermee rekenen dat er engelen rondom de gelovigen zijn, tot dienst uitgezonden voor degenen die de zaligheid zullen beërven. Boodschappers dus op de kruispunten van het leven, daar waar de hemel de aarde raakt. Zo komt het voor in de Bijbel. Weet je, steeds wanneer de hemel de aarde raakt, dan is er een engel. Denkt u bijvoorbeeld bij de geboorte van de Heer Jezus in het veld van Efrata, dat machtige leger. En in Gethsemane, er is een engel die de Heer Jezus ondersteunt. Ze zit in de gedaante van jonge mannen bij het lege graf op paasmorgen. En als de discipelen de Heer Jezus naar de hemel zien gaan, dan zijn er weer twee mannen in witte kleding bij hen. En telkens vertellen die engelen wat er is gebeurd. Spreken ze Gods woord? Zeggen ze vrees niet? En ze laten horen en zien dat het God is geweest die dit of dat heeft gedaan en doet. Nou gemeente, zo zijn ze dienstbaar aan de gelovigen in de Bijbel en ook aan ons. Engelen worden wel de oren en ogen en handen van God genoemd, zoals Hagar het heeft opgemerkt, Genesis 21, als ze in de woestijn is, er is een engel die haar te hulp komt. Wanneer Abraham haar met Ismaël heeft weggestuurd en Hagar ziet hem, Elia die ziet hem niet. Die krijgt brood en water aangereikt als die in de woestijn is. Sta op en eet. Het is ongetwijfeld gebracht door een engel.
Hij ziet hem niet. Ze zijn niet altijd zichtbaar, maar als je nou nooit een engel hebt gezien, en dat is waarschijnlijk de meest gewone gang van zaken. U mag er wel in geloven. Met artikel 12. Wij geloven. En mogen erop vertrouwen dat er een hemelse legermacht is. Vele duizenden, miljoenen engelen. En ze omringen de gelovigen. En als het tijd is, halen ze hen thuis. Bij de Heer. Zo dienen ze God en in naam van Hem de uitverkorenen. Met welk doel? Dat je er spectaculaire verhalen over zou kunnen vertellen? Nee. Nee, gemeente, dat wij God zouden verheerlijken. Christus zouden verheerlijken, want om Hem gaat het. Met Hebreeën maakt het heel duidelijk. De Heer Jezus is veel meer dan de engelen. Hebreeën 2 die zegt het zo, hou je des te meer aan wat gehoord wordt. Dat is die hartelijke uitnodiging om je te bekeren tot Hem, de Heer Jezus. En je hart en leven aan Hem te wijden. Dan zal de Heer in zijn voorzienigheid je ook beschermen en bewaren. Dan mag je rekenen met en vertrouwen op zijn hand die je veilig leidt. En als hij er een engel voor nodig heeft, dan zal hij die gebruiken. En anders doet hij het anders. Het zijn gedienstige geest. En de duivelen? Is je misschien opgevallen dat artikel 12 de engelen in één zin positief noemt? Nou, misschien anderhalve zin. En een veel groter deel gaat over de duivelen. Maar ze zijn gevallen engelen. Bij God vandaan gevallen. Ze zijn hun oorsprong ontrouw geworden. En net zoals dat bij Adam en Eva is gebeurd, hebben ze zich in hoogmoed van hun schepper afgekeerd. Ze hebben hem naar de kroon gestoken. Hij die daar in de hemel op de troon zit. En zij worden tot de eeuwige verdoemenis bewaard. Zo staat in Judas vers 6. En tot die tijd, tot de tijd van het laatste oordeel, zijn ze als struikrovers. Dat beeld is voor ons vandaag de dag misschien wat minder sprekend, maar in de dagen van Guido de Bren waren ze er nog volop. Struikrovers. Die op je loeren, die in een hinderlaag liggen. En als je als reiziger langskomt, dan opeens springen ze tevoorschijn en dan beroven ze je van alles. Nou gemeente, zo zijn de duivelen struikrovers, zegt artikel 12. Ze zijn uit om de kerk en haar leden kwaad te doen door allerlei listen en bedriegerijen om te vernielen en te verwoesten. Gemeente, dat is wat Satan met zijn duivelen wil. Vernielen en verwoesten. Waarom? Nou, gewoon om te vernielen en te verwoesten. Om chaos te maken. Om kapot te maken. En ik kan vanwege de tijd er niet verder op ingaan, maar gemeente, vrees niet. Wees niet bang voor hun macht. Speel er ook niet mee. Want in Colossense 2 staat Hij, Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En in Jacobus 4, vers 7, weersta de duivel. Hoort u dat? Weersta hem, dus ga er niet mee experimenteren met occultisme en zo. Weersta hem, hou hem bij je weg, hou hem tegen. En hij zal van u vluchten. Laten we dus de duivel en de duivelen, duivelse machten, niet te veel eer en macht toekennen. Laten we vooral de Heere eren en loven, opdat onze lof hier op aarde mag samenstemmen met de lof van de hemelse legermachten voor Gods troon. Looft, loof de Heer, gij zijne legermachten, gij engelen die hem dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal.
Amen. Laten we danken en bidden. Heere, wat bent u vol van macht en majesteit. U bent de Allerhoogste Koning. En u regeert, Heere. We zien dat lang niet altijd als we in deze wereld kijken. Dan lijkt het juist het geval dat mensen het voor het zeggen hebben. En wat maken ze er een puinhoop van? Van dat wat u zo goed had bedoeld, Heere, wat u zo kunstig heeft gemaakt. Zodra het in onze zondaarshanden komt, dan zijn wij het ook vaak. Die
het vernielen en verwoesten. Heren, dan zijn we in de greep van het duister en van duistere machten. Maar u regeert tegen alle duister in. Blijven we het belijden en blijven we daaraan vasthouden. En heren, ook wanneer we dat in ons eigen leven misschien helemaal niet zien. Wanneer het lijkt, heren, alsof er geen lijn in zit in wat we mee moeten maken. In wat ons overkomt of wat we ook zelf tot stand hebben gebracht. En dat u dan dwars daardoorheen ons vasthoudt, ons leidt en regeert. Heren, dat is dan soms alleen maar geloof. Dan hebben we niets anders dan alleen maar dat uw woord het zegt en belooft. Maar Heren, laat het ons genoeg zijn. En laat het ons ook genoeg mogen zijn, Heren, dat u in uw woord ook laat zien dat een engelenleger u ter beschikking staat. Om ook hier op aarde te dienen. Te dienen in het koninkrijk dat in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is aangebroken. En dat eenmaal volmaakt zal worden als u, Heer Jezus, terugkomt. En wij danken u dat we dat mogen weten en dat we ermee mogen leren rekenen, Heren. En dat we zo onder uw hoede mogen leven. En bewaar ons er dan voor dat wij onze eigen wegen kiezen. Maar geef dat we ons dagelijks aan uw zorg dan ook toevertrouwen. Want welk middel u dan ook gebruikt, of het engelen zijn of wat ook maar, dan zijn we veilig en worden we door u geleid. Ook als het door de diepte heen gaat. Heren, wij danken u voor uw woord dat we vanmiddag hebben geopend. En voor de belijdenis die het ons heeft uitgelegd en die ons op zoveel dingen heeft gewezen. Geef dat we het meedragen, ook de nieuwe week in, Heren. We weten niet wat in die nieuwe week op ons wacht, wat we mee zullen gaan maken. Voor ons is de toekomst verborgen, voor u niet. U weet alles. Maar als u meegaat, dan is het goed. Ook wanneer er misschien moeilijke dingen ons te wachten staan die we verwachten. Heren, gaat u dan mee en wilt u ons dan dragen? En geef dat we in alles onze ogen mogen slaan op u in de hemel. Om van u hulp te verwachten ter gelegene tijd. En heren, dan mogen we ook aanstaande woensdag samenkomen. 'S Middags met de kinderen van de gemeente. Maar geef dat ook veel ouderen er zullen zijn. En 's avonds als gemeente om de dankdag voor gewas en arbeid te houden. Heren, breng ons samen om dan ook voor uw goede zorg dank te betuigen en u te verheerlijken. Vergeeft u genadig, Heren, wat in spreken en luisteren in deze dienst niet is geweest naar uw heilige wil, waarmee wij niet u hebben gediend. Vergeef het ons en neem het weg. En ga met ons als wij van hier gaan. Wij bidden u dit in de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven als een offer van dankbaarheid voor de Heer. En wij willen met elkaar tot slot zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het Onze Vader. En we zingen daarvan de versen 8 en 9. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, maar zijn sterkte is groot. En ook het 9e vers.
Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.